Hallo met Christel, ik ga weer wat proberen uit het boek. Dat zijn de hiërogliefen, dat zijn Egyptische kleitabletten, dat ziet er zo uit. Ik hoop dat je het kan zien. En ja, ik heb 23 van die dingen getekend, van die hiërogliefen. En elke heb een betekenis, ik heb niet alles hier neergelegd. Dus we gaan het laten zien. Dit is nummer 8. Lijkt een beetje op een kopje. Nummer 14. Een poppetje met drie van die lichaamsdelen lijkt wel. En dit lijkt wel nummer 15, een soort stof. Nummer 10, een soort poppetje-achtig. Nummer 7 lijkt wel zo'n Griekse vorm. Nummer 9, een ovaaltje. Nummer 5. Lijkt een beetje golfjes. Nummer 21. Ja, dat is me voorstellen. Geen idee. En nummer 4 lijkt een beetje op een tentje. Nummer 3 lijkt een beetje op een laarsje. Of 13. En dit is 23, een soort van slang. En nummer 2, dit lijkt wel een beetje op een ank, hè? Dus ja, dit is jullie keuze. Hè? Jullie moeten één keer gaan kiezen nou dan. Hè? En dan tot zo meteen. Doe. Oké, nummer 8. Als je deze gekozen hebt, is verwachtingen worden vervuld, ondernemingen slagen. Nou, dat is een hele mooie. Nummer 14. Dat is een beetje een aparte boodschap. De oudere man waarvan u afhankelijk bent, zal trouwen en een kind krijgen. Nummer 15. Hoewel u ze nog niet heeft onderscheiden, zult u als een vriend met goede bedoelingen helpt, geluk en grootheid vinden. Nummer 10. Vriend of collega komt terug uit het buitenland met gedeelde voorspoed. Nummer 7. Indien ongetrouwd een knappe, rijke man, indien getrouwd een partner van goede familie, u trouwde boven uw stand. En hier staat nummer 9, indien u getrouwd en jonger dan 50 bent, is een kind waarschijnlijk, indien ongetrouwd, onverwachts huwelijk. Nummer 5, scheiding of scheiding van wegen. Nummer 21. Een partner die te. Nee, er is een belangrijke. Er zal een belangrijke brief komen die de dood vermeldt voor iemand waarvan u weinig respect voor had, maar die u een erfenis heeft nagelaten. Nou, ik hoop dat het allemaal uitkomt. En de 4 is de brief die verlies van geld of status aankondigt. 13. Hoop op het lenen van geld zal tot niets leiden. Pas op voor misleiding. En 23 is een ongelukkig getal. Gedraagt u goed, gerechtigheid haalt wel eens langzaam datgene in die slechte bedoeling heeft of onbetrouwbaar is. En dan hebben we nummer 2. Verlies van een vriend of geld, ontrouw van geliefde. Onbevredigende partner, mislukking bij de rechter. Nou, ik ben heel benieuwd of dit uitkomt. Dus laat me weten hè, of dit voor herhaling vatbaar is. Het is gewoon een probeerseltje, een try-out. In ieder geval, dankjewel voor het kijken. Vergeet niet te liken als het leuk is. En tot de volgende keer. Doei!